Richard, hoe zou je het beste deze wedstrijd kunnen omschrijven? Frustrerend, denk ik. Ik denk dat we de eerste helft gewoon redelijk goed spelen. Twee knullige doelpunten tegenkrijgen en een paar aparte momenten, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld bij die goal van Iertaren, ik denk dat hij hem op de hand krijgt. En dan is het in één keer geen handsbal. Er zijn de meningen over verdeeld, denk ik, maar goed. Ik was heel erg van overtuigd dat het geen hands was. Dus. Vooraf wil je denk ik zo lang mogelijk de nul houden tegen PSV. Ja, dat is logisch toch? Dat is logisch. Ja. Lukt alleen vandaag niet. Nee, dat lukt niet. Dat heb je heel goed gezien. Wat ik zei, die doelpunten mogen niet gebeuren, denk ik. En ik denk dat we vooral vooruit moeten kijken naar dinsdag en deze wedstrijd. Aan de ene kant snel moeten vergeten, maar aan de andere kant moeten we ook de positieve punten eruit halen. En vooral in de eerste helft denk ik dat we gewoon redelijk goed hebben gespeeld. Hoe lastig is het om na die twee vroege doelpunten weer terug in je eigen spel te komen? Ja, ik denk dat we het redelijk goed opgepakt. We hadden wel meer de bal in. We waren toch wel gevaarlijk uit counters. En als wij de bal verloren vanuit het centrum, en dan moet je zorgen dat je niet slordig bent en bal zit. En, ik denk dat we dat redelijk goed hebben gedaan, alleen in sommige momenten, bijvoorbeeld bij de goals niet. Zijn dat de positieve dingen die je mee kan nemen richting de wedstrijd van dinsdag? Ja, dat denk ik wel. Maar wat ik zeg, de tegendoelpunten mogen natuurlijk niet gebeuren. En ook de penalty, mensen dat hij niet raakt, hij stopt gewoon met lopen en hij valt gewoon om. Volgens mij is het een klas van 2 meter en valt hij gewoon bij een tikje. Weet ik wel wat, volgens mij, wat ik al zei, hij wordt niet geraakt, hij stopt gewoon met lopen en dan... Dan valt hij. Dan zit ook vandaag niet mee. Nee, maar dat gevoel had ik wel vanuit de scheidsrechter. Dat mag ik niet zeggen, zeggen, maar alle twijfels dat er waren voor PSV en een paar overtredingen die eigenlijk gewoon overtreding waren, die laten gewoon doorgaan. Maar goed, daar moeten we niet naar kijken. En wat ik zeg, snel positief eruit halen en door naar winter. Na de penalty weet je eigenlijk dat het gebeurd is, hè? Naar die 3-0. Ja. Dan komt eigenlijk die aansluit Stefan Finn te laat in de wedstrijd. Ja, zeker. Kijk, als het 2-0 blijft en je maakt 2-1, dan kan er nog wel wat gebeuren. Alleen de 3-1 kwam ook wat laat. Twee kansen en 2 goals. Alle focus op naar dinsdag. Een hele belangrijke pot, denk ik. Ja, die moeten winnen.